awards worden voor de derde keer uitgereikt. Een vakjury onder leiding van Peter Reumer is al maanden bezig een keuze te maken uit de 317 inzendingen. In de categorie Amusement zijn genomineerd de TV-kantine. Een hele geile goede dag! Welkom in de TV-kantine. Oh, het wordt zo'n speciale avond vanavond. 24 uur met Theo Maassen. En de beste zanger van Nederland met Henk Westbroek. Gordon begint nou al te gapen. Begint te gapen? Dat is... Jij heeft altijd erg veel respect voor zijn medemuzikant. Ja. Nou ja, ik ben ontzettend blij. Ja, ik ben... Ja, ik bedoel dat je toch genomineerd wordt en ben je toch... Hoor je toch bij de eerste drie. In de categorie showprogramma's heeft de jury gekozen voor Op zoek naar Joseph. Wat leuk! Zijn we weer genomineerd. Vorig jaar ook al. Met een gewone show of met de finale? Met de finale. Ah, leuk. Op weg naar deze finale hebben 8 talenten hun gekleurde jas moeten inleveren. X-Factor, de finale. En als laatste in deze categorie het SBS6-programma Popstars, de finale. En wie maken er kans om door de vakjury verkozen te worden tot TV-persoonlijkheid van het jaar? Dat zijn Antoinette Herzenberg. Vanavond staat in het teken van de Stichting Nederlandse Opvang Papegaaien in Veldhoven. Het is altijd leuk om een prijs te winnen. Laten we eerlijk zijn, het is altijd een bevestiging voor het werk wat je doet en het succes wat je hebt. Maar het is zeker niet zo dat ik de andere kandidaten niet zou gunnen of zo. Jurgen Rijman. En als laatste in deze categorie is genomineerd Mark-Marie Huibrechts. Op het einde zag je dan mij zo vaag zo nog door een bal heen ergens. En nou zat ik laatst te kijken en hebben ze gewoon mij eruit geknipt. Wat dan? Nou is Jan Mulder ineens vaag in de bal. Het is nog even afwachten wie er uiteindelijk met de prijs naar huis zullen gaan. Op 25 januari 2010 worden de winnaars bekendgemaakt.